wedstrijd is begonnen. Het is Benjamin Roemion met de eerste balaanraking. En we gaan het meemaken. Gaston Salasiva, linker centraal met de lange bal richting Owen Muller. Maar die bal is niet voor Owen Muller. Nijland nu. Bal voor de pot, Nicky van Hilten. Sam de Wit is het. Goed duel aangegaan. Hier is hij weer aan de bal. Arkema's boys nu in balbezit. Handig gecombineerd. En komen er ook door. Goeie bal. Tweede paal is de wedstrijdruimte. Die moet dan... Gevaarlijk, ja. Baas. Zo, daar een wereldredding van Sam de Wit. Anders was het hier al 1-0-1. Roland Baas zet druk op Pim Betsema. Nou, levert de balbezit op. Heel goed. Jammer, Roemion niet bereikt. Maar nu Arkema in de omschakeling. Mooie strakke bal. Zo, perfect in de loop hoor. Kijk, die nummer 10 hier is vrij lopen. Achterin. Gaat opnieuw een kans aankomen. Goeie redding weer van de keeper van DVS. Maar deze zit zo strak in de kruising dat DVS hier al na 10 minuten op achterstand staat. Mee schootjes. Zo. Ja, beste goal. Komt ook weer hard aan hier. 0-1 voor Arkema. Mooi hakje. Komt ook aan. Prima even verhuisd naar de andere kant van het veld. Komt langs een man. Half geblokt dit schot. Ook op het hoofd van... Keurig voetbal. Ja, dit doet hij heel netjes. Sam de Wit. Nu een balletje vooruit. Van Hilten. Ruimte om een keer uit te halen. Goed, goeie goal. Gaat hij op de paal heen. Wat een schot van Nicky van Hilten zeg. Mooi hoor. DVS nu drukzettend. Pim Betsema naar Dijkstra. Ruimte hier bij de nummer 6. Dat is Jolt Postma. Dit... Bal richting Margarita. Moet Van Hilten dichtlopen. Er loopt de bal voorbij. En het is 0-2 voor Harkemaase Boys. DVS laat het lopen. Nicky van Hilten in deze laat het lopen. De bal mag makkelijk ingespeeld worden. Een verticale bal op het juiste moment. En Nicky van Hilten treedt niet op. Kan Margarita de 0-2 maken in de 26e minuut. Harkema nu met de punt naar voren. Prinsen sluipt er voorbij. Eén man voorbij, tweede voorbij. Ruimte aan de andere kant is er. Margarita kan Nicky van Hilten opzoeken. Bal in één keer voor de pot. DVS ontsnapt tot twee keer toe. Wat staat die man daar vrij? Hier ruimte voor Dijkstra. Dijkstra naar de spits. Nu ruimte naar voren. Het is Margarita, achterlijntje halen. Bal richting penalty stip. Zo, weer een grote kans. Appel is er voor Hens. Het is een corner. Kans nummertje 8-9, denk ik. Harkema weer in de aanval. Ja hoor, daar is de 0-3. Vest begonnen hier. Tweede helft, net 2 minuten oud. En hij ligt alweer in het netje aan de verkeerde kant. Als je het uit DVS perspectief bekijkt. Crosspaas, onderschept. Roemion, Stef Nijland, doet niets terug, helaas. Net naast de paal, aan de verkeerde kant. Prinsen. Weer sterk. Het snijdt daar zo makkelijk doorheen. Oh, dat is een uitstel van... En wie ligt daar op de lijn die bal tegen te houden? Baas.
Corner snel genomen. Ja hoor. Dan moet Harkema het zelf maar doen. Een eigen goal. Via deze inswinger van Stef Nijland. En nou heeft DVS een doelpunt gekregen van Harkema. In ieder geval die aansluitingstreffer is uit de lucht komen vallen.